Hallo allemaal, ik ben Rutger en leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video. Misschien weet je wel dat ik best wel sportief ben. Ik vind echt niets lekkerders dan na een lange, drukke schooldag even alle energie eruit te gooien tijdens het sporten. Maar dat is niet altijd zo geweest. Een aantal jaar geleden ben ik 20 kilo afgevallen. En ja, denk het er maar bij, 20 kilo, dat is best wel heel erg veel. Dat heb ik toen gedaan door gezonder te gaan eten en meer te gaan bewegen. Maar wist je dat er vandaag de dag nog steeds 1 op de 5 jongeren te weinig beweegt? En dat slechts de helft van alle jongeren meer dan een uur per dag beweegt. En dat ene uurtje is echt het minimum dat je per dag zou moeten bewegen. En omdat ik uit eigen ervaring weet wat sporten allemaal voor je kan betekenen, vind ik het belangrijk dat iedereen weet hoe leuk en gezond sporten is. En als je dan denkt, oké, ik ga sporten, dan denk je misschien nog gauw aan voetbal of dansen. En als je dat niet leuk vindt, denk je, nou ja, dan ga ik maar niet sporten. Maar ik ga vandaag op pad om te laten zien dat er veel meer leuke sporten zijn waaraan je misschien niet direct zou denken. Dus, doe in ieder geval nu alvast een duimpje omhoog. Heb je al een beetje lichaamsbeweging vandaag gehad? Dan gaan we na de intro beginnen met zwaardvechten. Ik ben in Haarlem en in deze zaal krijg ik mijn allereerste zwaardvechttraining. Ik ben heel erg benieuwd of ik een beetje een goede schildknaap of krijger ben. En dit is de zwaardmeester van vandaag. Kun je jezelf eventjes voorstellen? Hoi, ik ben Michel Lopez Cardozo. En ik ben de eigenaar van de AMIC, de Academie voor Middeleeuwse Europese Krijgskunsten. Nou, we gaan bijna beginnen. Ik vind het heel erg spannend, want ik heb net al gemerkt dat ik super onhandig met het zwaard ben. Maar ik ga mijn best doen dat ik een echte krijgsjongen word. En dat ik zo in Game of Thrones kan. Warming up. We beginnen nu met de echte oefeningen. Dus de warming-up zit erop en nu is het echt tijd voor het zwaardvechten. Kijk! Kies de verkeer! Oké, gaan we rennen. Ik doe mijn best. Rutger, ik zou even helpen, want dit ziet er echt niet uit. Nee, ja, ik weet het, sorry. Nou, graag, help me, hoe moet dit? Oké, zo. Daar gaan we. Bro, je gaat terug over je hoofd en zo. En terug. Ik kan het volgens mij. Het is wel even dat je eraan moet wennen ofzo. Dat je de beweging even door moet hebben. Maar volgens mij als je het eenmaal kan, dan is het net als fietsen, denk ik. Dit is mijn laatste uitdaging. Ik ben volledig getraind net. Ik moet nu de koning verslaan. Dus let's do this. Daar gaan we. Oh, past niet. Nou ja, maar. Nee, laat me doen. Genade. Kijk, dat krijg je als je niet genoeg traint. Nou, dat was heftiger dan ik had verwacht. Oké, koning, u blijft aan de macht. Nou, hey, bedankt voor je les. Ja. Ik heb heel veel geleerd. Mm-hmm. En het was superleuk. Ja. Dus bedankt. Mm-hmm, high five. Bam. Al met al denk ik dat ik nog wel een paar keer hier terug moet komen eer dat ik echt in Game of Thrones kan. Maar wie weet dat het me ooit gaat lukken. Nu is het tijd voor de tweede bijzondere sport en daarvoor moeten we naar het zwembad. Dus kom maar mee. Zo, ik ben nu in het zwembad in Delft en bij een zwembad denk je misschien wel heel gauw aan wedstrijd zwemmen, de schoolslag, de vlinderslag. Maar vandaag ga ik echt iets heel anders doen en het klinkt heel erg raar, namelijk onderwaterhockeyen. Ik ben bij de vereniging Barracuda en ja, die geven dat hier. Ik heb het nog nooit gedaan, ik heb geen idee hoe het moet.
Dus ja, laten we het gewoon maar gaan doen. En ik ben heel erg benieuwd of het leuk is, dus kom mee! De training begon met een uitleg hoe onderwaterhockey eigenlijk werkt. Je speelt met een mini-stick en je hebt een handschoen aan zodat je je hand niet openhaalt aan de zwembadbodem. Daarna werd ik direct in het diepe gegooid. We gingen oefeningen doen om de puck onder controle te krijgen. Auw. Vervolgens wat schijnbewegingen, wat best lastig is zoals je ziet. Slalommen. Overschieten. En mikken op het doel. Toen was het tijd om een echte wedstrijd te doen. Ik schrok nogal, want dat vond plaats op de bodem van het 3 meter diepe bad. De puck wordt steeds in het midden gelegd en vervolgens gaan beide teams erop af om de puck te onderscheppen. Je kunt je teammaten herkennen aan de kleur van de stick. Zoals je kunt zien zit ik in het witte team en dat past dan wel weer mooi bij mijn lichtgevende huid. Het gaat er op de bodem best heftig aan toe. Het lijken eigenlijk net piranha's die op een prooi jagen. Het was echt vet zwaar, want eer dat ik 3 meter naar de bodem had gedoken, was ik eigenlijk alweer buiten adem en kon ik niet meer hockeyen. Hier had ik per ongeluk gescoord en toen was de wedstrijd voorbij. Ik heb gescoord. Wow. Ik sta hier met Marlies en Marlies doet al 5 jaar, hè, onderwaterhockey. Maar vind jij het niet zwaar dat je eerst helemaal naar de bodem moet en dan nog moet gaan hockeyen? Hoe doe je dat? Wij krijgen heel veel conditietraining, dus ja. Op een gegeven moment wordt het steeds makkelijker. Oké. Want ja, ik was echt wel helemaal buiten. Ik merk inderdaad, ik moet wel iets aan mijn conditie doen, wil ik dit heel erg goed kunnen. Maar ja, zat je bij mij in het team net? Was je wit? Oh, dus ik heb voor Marlies gewonnen, jongen. Dat was dan mijn allereerste onderwaterhockeytraining. Volgens mij staat de duikbril nog op mijn gezicht. Het was echt veel leuker en veel zwaarder dan ik dacht. Wat ook erg leuk is, is dat het een teamsport is. Natuurlijk gezellig, maar je hebt elkaar ook echt nodig. Want ja, na 20 seconden heb je geen lucht meer, dus moet je naar boven. Maar dan moet iemand anders dus ja, de puck van jou overnemen om te kunnen scoren. En nou ja, dat heb ik dus uiteindelijk gedaan. Op die manier heb ik kunnen scoren. Vraag niet hoe, maar ja. Het was in ieder geval al met al echt veel leuker dan wat ik had verwacht. Dus echt een aanrader dit. Ik ben echt verrast. Ik vond beide sporten super leuk om te doen. En daarom organiseert ASR Verzekeringen op 9 november de Andere Spelen. Dat is een evenement waar je kennis kan maken met sporten waar je niet zo 1, 2, 3 aan zou denken. Denk bijvoorbeeld aan freestyle frisbee, kaatsen en fieljeppen. Als je meer informatie over dit evenement wil, dan kun je even in de beschrijving kijken. Daar staat een linkje. En ik ben heel erg benieuwd aan welke sport jij doet. Dus laat even achter in de reactie welke sport je doet. Dan kan ik kijken of jullie een beetje sportief zijn. Nou hé, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe ook even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En dan zie ik je heel graag volgende week. Thursday. Doei. Tadaa.